Voor de wintergroenten is het weer deze week allesbehalve geschikt. Het blijft voorlopig erg zacht en de nachten verlopen vorstvrij. Bij dat milde decemberweer komt ook veel bewolking kijken. Heel af en toe vallen er wat gaten in het wolkendek en kunnen we even een glimp van de zon opvangen. Maar de bewolking overheerst vaak in het weerbeeld en uit dat wolkendek kan ook af en toe wat lichte regen of motregen vallen. Dat rustige weer hebben we te danken aan een hoge drukgebied. Die ligt hier met de kern boven Frankrijk en ook het zuiden van Duitsland. En wij bevinden ons aan de rand daarvan. En met een zuidwestelijke stroming wordt die milde lucht dan onze kant opgevoerd. Het weermodel is wel wat optimistisch qua bewolking betreft. Het lijkt hier helder met opklaring, maar ik verwacht dat het de komende dagen toch nog wel overwegend grijs zal blijven. Wat wel opvalt is dat later in de week gaat dat hoge drukgebied een beetje aan de wandel richting de Britse eilanden. En dat betekent dat wij wat meer met een noordelijke windrichting te maken gaan krijgen en dat er dan ook weer wat koudere lucht onze kant op komt. Voorlopig is daar nog geen sprake van. Vanmiddag is het ronduit zacht voor december met temperaturen tussen 8 en 10 graden van oost naar west. Her en der valt uit die bewolking ook wat motregen. De druppeltjes staan hier verspreid over de kaart. En af en toe kan ook even de zon doorbreken. En er waait een matige wind uit het zuidwesten. Vanavond en vannacht verandert daar eigenlijk heel weinig aan dat weerbeeld. Dat wolkendek blijft vaak gesloten en het koelt ook nauwelijks af. De minimumtemperatuur komt zo rond de 8 of 9 graden uit. Het gaat iets minder hard waaien en als het dan vannacht even kortstondig opklaart, dan kan er wel eens wat nevel of mist gaan ontstaan. Morgen is het weerbeeld eigenlijk een kopie van dat van de dinsdag. Veel bewolking met af en toe wat ruimte voor de zon en ook her en der nog een spatje motregen. Ook dan een matige wind uit het zuidwesten en het blijft zacht met temperaturen eigenlijk in het hele land zo rond de 10 graden. Als we dan naar de rest van de week kijken, is het eigenlijk kopieerwerk donderdag, vrijdag en ook zaterdag. Heel veel bewolking in het weerbeeld met een graad of 8 op de thermometer. Tijdens het weekend en ook daarna gaat die temperatuur wel wat omlaag. Afhankelijk dus van de positie van dat hoge drukgebied en of we dus wel of niet met een noordelijke wind te maken krijgen. En dat zien we ook terug als we naar de weerpluim kijken. Eerst is het nog behoorlijk zacht. De onzekerheid is daarbij ook klein, maar naarmate we wat verder vooruitkijken wordt die onzekerheid groter. Maar we zien toch ook wel dat de temperatuur dan een daling inzet.